Vandaag hebben we de release party van Joe. Jij mag eindelijk zijn nieuwe single gaan presenteren hier in Salencentrum Wieleman. Het is eigenlijk voor ons een soort thuisbaas geworden. Het is de zesde keer dat hij het hier gaat doen. Een uitverkocht huis en de mensen stromen al binnen. We zijn net een half uur open, maar een hele bijzondere avond. En ik kan niet wachten tot Joey straks zijn single eindelijk te horen gaat brengen. Ik ben heel benieuwd naar de reacties. Een leuke, goede zanger. Met goede liedjes. En zijn vader is ook een hele goede zanger. Dus ik ben blij dat ik er naartoe mocht. Blij poedertje, hè? Ja. En goed zweten. Niet te veel, je doet te veel op. Nee. Zal ik even wat te drinken halen? Ja, gewoon alles wat ik altijd neem, hè? Spa rood. Dankjewel. Op het moment dat je als artiest zijnde begint met je carrière, dan hoop je ergens te komen. En als je dan hier ziet vanavond dat er een kleine 1000 man een feestje vieren, dan ben je daar enorm trots op. Dus dat doet eigenlijk wel heel erg veel naar me. Het is sowieso bijzonder als je een nieuwe single maakt. Het is weer een nieuw kindje van je. En mijn vader die maakt het op de keyboard. En als je dan het eindresultaat hoort, en die mag ik zo direct laten horen. Dus dan zullen de kijkers thuis zullen dat ook gaan zien en horen. Dan ben je daar... Django, fijne avond. Aju. Ben je daar eigenlijk wel heel erg trots op. Liever te dik in de kist dan een feestje gemist. En jullie hebben vanavond voor het feestje gekozen. Ontvang hem met een geweldig applaus. Hij is zo lief om vanavond hier te komen. Speciaal op de release party van Joey. Geef hem een geweldig applaus. Hier is Jannes! We hebben een prachtige avond. Ik moet je zeggen dat ik, dit zijn avonden dat ik aanwezig ben. En op de bühne doe ik mijn dingetje, maar ik geniet ook vooral als vader. Wat dat betreft ben ik misschien vanavond een hele blije fan en een trotse fan. En alles is geregeld tot in de puntjes door die andere hardkampjes. En ik kan vanavond een keer lekker gewoon gezellig genieten van het hele feest. En dan kan ik alleen maar zeggen dankjewel namens mijn kinderen dat je vanavond hier was. Ja, ga maar lekker de zaal. Dit is hem geworden, hoor. We gaan een maandje terug in de tijd. Ja. Je moet proberen van dit logge lichaam weer wat te maken, zeg maar. Kijk, je kunt een knipdametje erin doen. Wat zeg jij? Kan dit? Het is best wel grappig, toch? Weet je wat? Binnenvoeren, jongen. Wanneer zie je het? Man. Je ziet het pas als jij dat wil. Hey, kun je het zien of niet, de blote vrouwen? Oké, jongens, waar zijn die handen? Want ik vind je sexy, maar geef het niet toe. Zou het liefst wel willen, maar ik weet wat ik doe. Dus ik zeg nee, yeah, yeah. Ik ga niet met je mee. Yeah. Jij draait om me heen en doet zo je best. Ik weet dat ik het zeker voor mezelf verpest. Dus ik zeg nee, yeah, yeah. Ja, dat is zo bijzonder, weet je. Als je dan een nieuwe single uitbrengt en die zing je dan voor het eerst, dan wil je het vooral goed doen, maar je wil ook genieten. Je wil de tekst goed zingen, maar je wil het ook overbrengen. Dus dat is wel heel erg moeilijk, maar wel heel erg leuk, weet je. Want daar ben je ooit ben je daar zanger of artiest voor geworden. Het is wel een fijne avond. Zullen we nog eentje doen?